gaan Roger Coel Sambal Kacang maken. Dat is een fruitsalade met een soort pindasaus. En in de boemboe gaat ook ananas. Dus we beginnen eigenlijk maar met die ananas te schillen. Dan nemen we een kwart van de ananas. Die gaan we voor de boemboe gebruiken. We hebben al pinda's even een beetje geroosterd in een pan zonder olie of niks op vuur. Klein beetje zout. Assen, maar dat doe ik straks in de mixer erbij. De trassie. Als je nou eens in het buitenland bent en je hebt echt geen trassie, zei Janti dat misschien vissaus een idee is. En ik heb wel eens gedaan een paar anchovisjes. Het is wel anders, maar dan heb je toch een beetje die smaak versterken. En ik heb een limoen, doe ik straks, als we hem helemaal hebben met de boemboe en alles hebben gemixt, doe ik een klein beetje limoensap. Dat vind ik wel lekker. Heel veel suiker bij en eigenlijk een hele schijf gulajava, maar we hebben een beetje weinig. Dus daarom heb ik wat zout erbij gedaan. En dan heb ik hier nog een stuk palmsuiker. Dat gaat erin. En dan doen we een beetje bruine suiker. Vandaar het zout. Maar er moet wel vrij veel suiker in. Ik doe een sinaasappel. We gaan straks ook nog banaan erbij doen. Maar die waren op omdat we gisteren heel veel pisang karamel hebben gemaakt. En het is dus heerlijk weer. Ik denk een graad of 2-23. De komkommers hier hebben een hele dikke schil. En zijn bitter. Die zijn bitter. Dus dan halen we alles eraf. Nou, dan gaan we even de boemboe, of de saus is het eigenlijk meer, gaan we maken. Daar gaat nog een beetje asem in. Limoensap doe ik er later overheen. Dat suiker, dat hebben we allemaal.